Berry van Pier is de groepsfase van de Grand Slam of dertig zaterdag uitstekend begonnen. De Nederlander was in zijn eerste partij in Wolverhampton verrassend te sterk voor de Australiër Simon Whitlock. 5-4. Van Pier had het niet makkelijk tijdens zijn eerste wedstrijd in groep H. Want hij kampte met het zogenaamde dartritus. Dat is een dartziekte die ervoor zorgt dat je je pijlen niet op het juiste moment of zelfs helemaal niet kan loslaten. De 21-jarige Brabander vocht zich ondanks zijn handicap twee keer terug van een achterstand en pakte vervolgens een 3-2 voorsprong. Whitlock gaf zich niet gewonnen. Maar Van Peer trok in een spannende slotfase uiteindelijk aan het langste eind. De Nederlander was blij dat hij ondanks zijn dartritus vond van Whitlock. Ik heb er al een paar maanden last van. Maar dacht dat ik er vanaf was. Desondanks speelde ik een van mijn beste partijen in een lange tijd. Van Gerven eerder op zaterdag in groep F verloor even de zwaan als in eerste groepswedstrijd met 5-4 van Stefan Punting. Titelverdediger Michael van Gerwen komt later vanavond in groep A nog in actie tegen de schotroos Montgomery, terwijl Raymond van Barneveld het in groep B opneemt tegen de Brit Ami Alleen de nummer 1 en 2 uit elke groep plaatsen zich voor de achtste finales. Voor de winnaar ligt een check van 110.000 pond klaar. Omgerekend zo'n 125.000 euro. Het toernooi duurt tot en met zondag 19 november.